was ik wel een beetje zenuwachtig. Gewoon die eerste stap om gewoon binnen te lopen in zo'n enorm gebouw. En met echt mensen die je gewoon niet kent. Dat was wel een beetje spannend, vond ik in ieder geval. Toen ik hier voor het eerst kwam, toen dachten we, hadden we al met de Rekenweekgroep afgesproken, zodat we bij elkaar zouden gaan zitten. En, want ja, die mensen ken je. En toen bleek dus dat je bij een studiegroep moest gaan zitten. Dus weer nieuwe mensen, weer spannend en eng. Maar ook daar raak je weer heel snel met mensen aan de praat als je ernaast zit. En uiteindelijk een hele leuke groep mensen. Ik begon om 8:30 ochtends en ze zeiden van, kom maar een beetje vroeger, want die collegezaal loopt best wel snel vol. Er zijn toch wel 420 mensen, dus niet zoveel plek. Maar dan weet je eigenlijk niet zo goed waar je moet gaan zitten en dat soort dingen. En op een gegeven moment ga je gewoon ergens zitten en dan kom je weer iemand nieuws tegen. En dan is gewoon, maak je een praatje, heb je weer nieuwe mensen leren kennen. En dan de volgende dag zit je weer in een andere collegezaal en dan ga je weer naast iemand anders zitten. En dan, zo leer je echt wel veel mensen kennen ook. Ik vind dat de geneeskunde studenten over het algemeen best wel sociaal zijn. Dat is natuurlijk ook wel nodig als arts dat je sociaal bent. En ik denk dat je dat nu ook al wel merkt, dat je wel snel aanspraak hebt. En dat je snel met mensen kan praten over de stad waar ze vandaan komen of hun hobby's. Dat gaat eigenlijk best wel snel allemaal. Ik voelde me in Rotterdam gewoon het prettigst. Het was de fijnste sfeer. En ik ben van mening dat dat het belangrijkste is. Want het is wel een studie van minstens 6 jaar. En als je je niet prettig voelt, dan ga je het je niet echt naar je zin hebben. Je wordt gewoon behandeld alsof je een halve bekende bent. Het is niet zo van, jij bent onbekend, dus ik praat niet met je en ik doe bot tegen je en je bent vervelend. Het is gewoon als je iemand aantikt en je zegt wat tegen hem of haar, dan is dat meestal krijg je wel een vrolijke reactie terug. En dat vond ik eigenlijk wel. Eigenlijk wordt al heel snel het ijs gebroken en die van zeker in mijn groepje was er heel snel van, oké, dit zijn toffe mensen, dit wordt een mooie week en we kijken wel waar we van stranden, weet je wel. Als ik rondloop hier in het onderwijscentrum, dan vind ik dat best wel een fijne ruimte, want je hebt mensen die studeren, maar je hebt ook mensen die een beetje rust nemen en mensen die in het vat zitten, dat café en alles zit een beetje bij elkaar en inderdaad, je ontmoet mensen snel en ik heb best wel een fijn gevoel, vooral ook om even te ontladen. Het onderwijscentrum is natuurlijk helemaal nieuw en het is heel fijn dat het allemaal heel erg dicht bij elkaar zit, dat je als je even wilt studeren en je wil even een boek lenen uit de bibliotheek, dat je er gewoon even op kan staan en er 2 stappen heen loopt en dat je dan gewoon weer verder kan studeren. En het is er gewoon heel rustig. Het zijn vrij kleine plekjes waar je kan zitten en dat je gewoon een beetje zelf kan bepalen wat voor plek je wil gaan zitten. En als je een bespreking hebt of zo kan je er zitten, maar ook als je gewoon zelfstandig wil werken aan een zelfstudieopdracht of iets wil voorbereiden, er is altijd een plek waar je kan zitten. Maar nu ik hier ben heb ik wel zoiets van, dit is wel echt mooi. Ik had het nog nooit van binnen gezien. Ik ben niet gaan proefstuderen. Ik ben niet eens gaan kijken of zo. Ik heb dit nog nooit, het onderwijscentrum nog nooit gezien. Zelfs het ziekenhuis was ik nog nooit geweest. Tot aan de decentrale selectie. En toen dacht ik wel zo van, het is echt wel mooi. Echt van, toch wel heel fijn als student omdat je hier zo mag studeren. Gewoon zo. De kwaliteit van onderwijs is beter omdat je heel goed begeleid wordt. Dus je kan zelfstandig thuis dingen doen. Maar die dingen worden dan allemaal eerst behandeld in ZO's, VO's. Dus het zijn allerlei momenten waarop je elkaar ontmoet om de stof nog een keer met elkaar door te nemen. Dan wordt het nog een keer uitgelegd. Dan ga je op naar de snijzaal of een computerlokaal of zo. En dan krijg je echt beelden te zien wat normaal gesproken ook echt doktoren te zien krijgen. Wel iets makkelijker natuurlijk. Maar dat is echt gewoon echt heel erg praktijkgericht. Wat ik echt heel fijn vind dat we dat al gelijk doen, want ik denk niet dat ik het heel leuk zou hebben gevonden als we echt alleen maar theorie zouden krijgen deze eerste periode. Dus de begeleiding is gewoon dat alles wordt heel goed uitgelegd, dan heb je een opdracht die erover maakt, dan staan de antwoorden er gelijk. Tijdens de praktica aan de snijzaal bijvoorbeeld word je heel goed begeleid, want er lopen altijd 10 mensen rond die alles weten en die ook altijd voor je klaarstaan. Hier is het dan echt wel veel begeleiding dat je denkt van, oh, ze geven nog wel een beetje om als persoon en dat ik niet gewoon een nummertje ben als student, zeg maar. Dus dat vind ik wel heel fijn. En onze opleiding die kenmerkt zich eigenlijk door 3 dingen. Dat is het thematisch onderwijs, de academische vorming en de wetenschappelijke vorming. In andere universiteiten heb je dus eerst heel erg de basale theorie, waardoor je en pas een paar jaar later dan echt de ziektebeelden. Waardoor je eigenlijk alweer bent vergeten wat de anatomie is van het hart. En dan ga je leren wat de ziektebeelden erbij zijn.
In Rotterdam is het juist aan elkaar gekoppeld, zodat je meteen in één keer het hele plaatje ziet. Zodat je weet, dit ziektebeeld, daar zal waarschijnlijk deze afwijking bij horen. Daarnaast iets wat ook heel belangrijk is, wat wij in Rotterdam heel belangrijk vinden, is de wetenschappelijke vorming. Als arts moet je later evidence-based medicine kunnen toepassen. En daarom is het goed om ook zelf onderzoek te kunnen doen. Voor de student is het zo dat dat natuurlijk ook in het curriculum terug te vinden is. Je kan in het curriculum een masteronderzoek doen. Je kan een research master doen naast je geneeskundestudie. Wat dat betreft is het Erasmus MC uniek in Nederland. Maar daarnaast willen we ook dat onze dokters breed georiënteerd zijn. Daarvan heb je bijvoorbeeld academische vorming. Zoals de ethiek, de geschiedenis, dat zijn allemaal ook aandachtspunten die je in Rotterdam ook leert. Waardoor je iets meer weet dan alleen maar de theorie. En later een veel breder opgeleid arts bent. Ja, uniek aan Rotterdam om hier je geneeskundeopleiding te doen, is dat je naast alleen geneeskunde van alles en nog wat erbij kan doen. Zoals de honorsklas, een research master, URP. Het is een groot voordeel omdat je niet alleen maar die saaie boeken hebt, maar ook van alles en nog wat ernaast, waarbij je jezelf kan ontplooien, heel veel meer kennis krijgt en jezelf gewoon ook als mens beter neer kan zetten. Ik zocht eigenlijk om wat dingen naast studie te doen. Dus dat heb ik in de eerste paar jaar al een beetje kunnen doen. En in het derde jaar hoorde ik dat je ook research masters kon doen. Als je normaal gewoon de studie geneeskunde doet, dat je eigenlijk een klein beetje ervaring krijgt met research. En dat is je keuzeonderwijs. En als je dit dan anderhalf jaar lang onderzoek doet en er colleges over krijgt van mensen die echt top zijn in hun vakgebied, dan geeft dat je een hele goede basis als je later verder mee zou willen gaan. Dus wij hebben ook, als je colleges hier krijgt, dan pakken ze soms toponderzoekers die naar Nederland worden gevlogen, die jou dan college geven over hun vakgebied. Dat is wel heel goed geregeld. Ik denk een van de leukste dingen die ze aanbieden is dat je ook toch een beetje internationale ervaring krijgt. Dat is met deze research master dan. Dan sturen ze je. In de zomervakantie kan je of naar Harvard gaan of naar Johns Hopkins. En dan kan je dan een paar weken lectures volgen daar. En dat internationale element is heel goed geregeld. Als je iets meer uitdaging wil in normale geneeskunde traject en je hebt er tijd voor en je denkt dat je misschien iets met onderzoek wil doen, dan zit een perfecte kant. Dat het gewoon al voor je aan wordt geboden, een kant-en-klaar programma, schrijf je in, zou ik zeggen. Ja, onderzoeksklas is een anderhalf jaar durend programma, waarbij je elke zes maanden een ander thema krijgt waar je jezelf in gaat verdiepen. Tijdens het thema krijg je ook, gaan de professoren die komen naar de groep toe. Daar ga je mee discussiëren over hun vakgebied. Dat zijn allemaal de experts voor dat stukje waar jij op dat moment mee bezig bent. En nadat je met ze gesproken hebt, schrijf je zelf een scriptie. Dan moet je dus zelf je informatie zoeken en zelf weer contact opzoeken met mensen. En dan uiteindelijk heb je een scriptie die je gaat presenteren aan de groep. En dat doe je drie keer een half jaar lang. De honorsklas is bedoeld voor studenten die meer in hun mars hebben dan de gemiddelde student. In die zin, ze moeten goed zijn in het vak al, voor zover we het kunnen beoordelen. Ze moeten ambitie hebben en potentie. Ja, het voordeel van de honorsklas is dat je niet de inhoudelijke vakkennis van een onderwerp leert, maar meer de manier waarop je zelf die kennis kan krijgen. En daar heb je later heel veel aan. Want je leert zelf je literatuur zoeken, je leert zelf met de professoren praten en uiteindelijk zelf je scriptie te schrijven. En dat is wel een groot voordeel dat je later ook meeneemt. Wat natuurlijk jammer is van geneeskunde is dat je vrij weinig anatomieonderwijs krijgt. Terwijl dat wel heel erg belangrijk is tijdens je co-schappen. Wij hebben hiervoor URP in Rotterdam opgericht, dat is hier ook voor opgericht, zodat je extra goed de anatomie krijgt voor in de praktijk. URP, ja, dat is eigenlijk een fantastisch studenteninitiatief wat in 2007 tot stand is gekomen. Daarin kun je als student in de avonduren zelf anatomieonderwijs volgen, wat gegeven wordt door je medestudent die vaak een jaartje verder is, extra curriculair, zonder dat de hoogleraar meekijkt. Dus je maakt eigenlijk je eigen onderwijs. En dat is voor de enthousiaste student die het leuk vindt om net dat beetje extra verdieping te zoeken. En dat is iets wat in Rotterdam mogelijk is. Naast je studie is het natuurlijk ook handig om een bijbaantje te hebben. Het moet toch ergens allemaal van betaald worden. En het leuke aan de Universiteit van Rotterdam is dat ze dus de mogelijkheid bieden om dus in een studententeam te werken. Zodat je één je geld kan verdienen en twee ook nog een stukje ervaring opdoet met patiëntenzorg, lesgeven en andere vaardigheden. Skills Plaza bestaat uit een studententeam waarbij wij co-assistenten vlak voordat ze hun co-schappen ingaan
een aantal basisvaardigheden aanleren, waaronder het blaascatheteriseren, knopen en hechten, infuusprikken en venenpunctie. Nou, we hebben hier op het Erasmus hebben we ook een studententeam dat wat eigenlijk vrij uniek is. Zeker hier in Rotterdam zijn een aantal teams die eigenlijk binnen de opleiding geneeskunde zelf het onderwijs verzorgen. En dit studententeam verzorgt het EHBO-onderwijs binnen de geneeskundeopleiding. Dus dat houdt in dat wij het reanimatieonderwijs doen, EHBO-vaardigheden en ook wat dingen die daar wat dieper op ingaan. Ja, het is een beetje, als jij geneeskunde studeert, dan word je toch door je omgeving aangekeken van nou, er is iets aan de hand en hij doet geneeskunde. En dan kijkt iedereen je aan van, nou, doe het maar. En op het moment dat je dit onderwijs dus niet hebt gehad, sta je met een mond vol tanden. En wij proberen om iedereen toch goed voor te bereiden op stel dat een keer in de privésfeer zo'n casus zich voordoet, dat je adequaat kan reageren. En in het begin wist ik niet zo goed wat ik moest verwachten van Rotterdam als stad om te wonen, om daar op kamers te zitten. Vooral omdat het niet een typische studentenstad is. En nu merk je al, als je student bent in Rotterdam, zijn er heel veel leuke plekken. En die leer je binnen een paar weken eigenlijk wel kennen. Je wordt zo overal mee naartoe gesleept. En het is echt wel een bruisender stad dan ik had verwacht toen ik hier ging studeren. Je hebt, hier binnen geneeskunde heb je best wel een hechte gemeenschap, omdat je vrij veel met elkaar doormaakt. En hier in het onderwijscentrum dan leer je elkaar vrij goed kennen. Dus een kamer vinden, vind je wel mensen binnen geneeskunde die nog een plekje over hebben. Dus zo kom je makkelijk wel aan een kamer in Rotterdam. Misschien is naar de Eureka-week wel met wat spanning in mijn maag, zeg maar, van ja, nieuwe stad, nieuwe mensen, ben benieuwd wie er zijn. Maar toen werden we opgevangen door twee echt super coole gidsen. En die zorgen eigenlijk voor dat we meteen nieuwe mensen hebben leren kennen, dat je eigenlijk meteen thuis voelt. En die spanning was eigenlijk vrij snel weg. Dan heb je dus een programma gekregen. Wij kregen het programma om naar de medische faculteit te komen op het terras te gaan zitten van de MVR. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht, nou, studievereniging zal wel saai zijn, zal wel mensen met alleen maar boeken zijn, et cetera, et cetera. Maar toen ik hier op het terras kwam, was echt, vond ik mindblowing. Echt super vet. Ja, iedereen die wil elkaar ontmoeten en zo. En het was heel relaxed, er zat geen rare druk of zo op. Het was heel relaxed, iedereen deed gewoon zijn ding. En je mocht eigenlijk doen wat je zin in had, maar ja, iedereen had hetzelfde doel natuurlijk, om gezellig met elkaar te zijn. En, gewoon mensen leren kennen. Dus dat was wel echt super mooi. De MFR staat voor Medische Faculteitsvereniging. Dat houdt in dat wij een hoop activiteiten bieden voor alle geneeskundestudenten en studenten nanobiologie op onze faculteit. Dat is in borrels, feesten, maar ook carrière dagen en onderwijsinspraak. Dus het is heel breed dat wij voor alle studenten doen. Ik ben in mijn eerste jaar meteen al lid geworden bij de MFR omdat er voor iedereen een plekje is en ik wilde graag in het Rotterdamse studentenleven komen en daarom ben ik bij de MVR lid geworden. Er worden ook heel veel borrels georganiseerd hier. We hebben de Kikker Je Op borrel gehad met cocktails. Je kan het zo gek niet verzinnen hier, dat het hele vat lag vol met ruim 20.000 ballenbakballen. We organiseren voor de studenten ook een aantal beestfeesten en borrels. Beest is een combinatie tussen borrel en feest. Een Spaanse borrel hadden we pas met een rodeo-stier voor de deur. Maar ook een aantal feesten. We hebben pas een benefietfeest gedaan voor het Sophia Kinderziekenhuis, waarbij we ruim €2.500 geld hebben ingezameld voor het thoraxcentrum van het Sophia Kinderziekenhuis. Het is niet alleen lol, we doen het ook voor een goed doel soms. En vandaag zijn we op het commissiefestival van de Medische Faculteitsvereniging. En hier kunnen eerstejaars, tweedejaars, allejaars kunnen hier komen om een leuke commissie te gaan doen komend jaar. Je kunt feesten gaan organiseren, het gala, je kunt een carrièreweek organiseren, lezingen, je jaar vertegenwoordigen, dus het onderwijs beter maken, enzovoorts, enzovoorts. Nou, als je een commissie gaat doen, leer je gelijk de vereniging kennen, je leert de faculteit kennen. Dus je bent veel meer betrokken dan alleen naar college gaan, dan alleen je tentamens maken. Je leert op een hele leuke manier al. Ja, je voelt je eigenlijk een beetje thuis al, doordat je veel meer mensen ziet en dat je lekker met elkaar bezig bent met net iets anders dan studeren. En er is heel veel ruimte voor mensen om actief te worden, of het nou in het vat voor een drankje is of in een commissie zelf het organiseren van activiteiten of naar een activiteit toe gaan. Dus er is heel veel plek voor studenten en ik denk dat voor heel veel mensen er een plekje is om het naar hun zin te maken.